Particularisme en centralisatie zijn twee begrippen die zich nog moeilijk met elkaar laten verenigen. En dat gaat in de Nederlanden voor problemen zorgen. En daar zullen we in deze video's naar gaan kijken en dat zal ook later terugkomen. Nou ja, en eerst eens naar dat eerste begrip, particularisme. Dat was er al heel lang in de Nederlanden, gedurende de middeleeuwen. En dat houdt eigenlijk in dat ieder gewest ja, die probeert eh, het zoveel mogelijk voor zichzelf te beslissen en zo goed mogelijk voor zichzelf te doen. Sparticularisme dus is het streven van steden en gewesten om zo onafhankelijk mogelijk te zijn en zaken in hun eigen voordeel te kunnen beslissen. En ja, dat was wat men dus al eeuwenlang gewend was in de Nederlanden. Dat, dat ieder gewest vooral met zichzelf bezig kon zijn en dat er niet echt sprake was van een bepaald nationaal gevoel of een gecentraliseerde staat. En daar gaat vanaf de 15e eeuw veranderingen komen als steeds meer gewesten in handen komen van de hertogen van Bourgondië. En begon hier, dat was een hertogdom in Frankrijk. En die begon, die hertogen, wist door veroveringen en door slimte trouwen en door erfenissen... ...steeds meer gebieden, met name in de Nederlanden, in handen te krijgen. Ja, en daar probeerden ze uh, meer eenheid op het gebied van rechtspraak en bestuur te krijgen. Centralisatie dus. Ja, wat deden ze? Nou, ze bouwden bijvoorbeeld een groot uh, hertogelijk paleis in Brussel. En dat werd ook de hoofdstad van de Nederlanden. Uh, er kwam een grote raad, een, een grote centrale rechtbank. In Mechelen kwam die te zitten. Er kwam een centrale rekenkamer, hè, dus er werd eh, voortaan veel meer op nationaal niveau, zou je kunnen zeggen, of in ieder geval voor alle gewesten samen eh, beslist hoe het geld besteed moest gaan worden. En in ieder gewest kwam een zogenaamde stadhouder. En de stadhouder dat is een, eh, een plaatsvervanger van de vorst, in dit geval dus de Burgondische hertog, in zo'n gewesten, die houdt toezicht namens die vorst daar ja en die hertogen van Burgundy die overlegden dan en die maakten afspraken met de zogenaamde Staten Generaal over belastingen die voortaan ook betaald moesten worden aan uh, de schatkist van de hertog en niet meer dus uh, de schatkist van een bepaald gewest en in die Staten Generaal zaten dus vertegenwoordigers uit alle gewesten en dat waren dus mensen uit de geestelijkheid van de adel en uit de steden. Maar ja, door die centralisatie komt de positie van steden wel onder druk te staan. En we hadden juist in de voorgaande video's gezien dat die steden steeds zelfstandiger werden en steeds meer zaken zelf konden beslissen. Maar door die centralisatie wordt die macht eigenlijk weer weggehaald bij die steden. En die centralisatie zorgt er dan ook voor dat er conflicten ontstaan tussen Burgondische hertogen en de Vlaamse steden. En dan met name Gent en Brugge. Op een gegeven moment is er zelfs een, een Bourgondische hertog die een tijdje gegijzeld wordt in Brugge. Maar uiteindelijk wordt die machtsstrijd toch steeds meer beslist in het voordeel van de Bourgondische hertogen. En Delve, Gent en Brugge het onderspit. En dan zie je dat Antwerpen daar heel erg van profiteert. Die stad gaat de centrale positie in de Nederlanden van Brugge overnemen. Dus zijn bijvoorbeeld de Engelsen die ook hun kantoren verplaatsen van Brugge naar Antwerpen. En dat zal nog veel meer gebeuren. En zeker als op een gegeven moment de Portugezen Antwerpen kiezen. Om hun eh, koloniale waren eh, te verkopen in Europa. Ja, dan gaat het heel erg snel met Antwerpen. Want Antwerpen krijgt dan dus echt een centrale rol in Europa. Niet alleen in de Nederlanden, maar in heel Europa. Als stapelmarkt in de handel met de Spaanse en de Portugese koloniën. Want we komen nu dus echt in de, de, de 15e eeuw, in de 16e eeuw ook terecht, hè, de eeuw van de ontdekkingsreizen. En uh, er komt heel veel uh, goud, zilver en andere producten, komen er uit uh, de Amerika's en uit Azië naar Europa toe. En veel van die goederen die gaan dus via Antwerpen de rest van Europa in.